En tot slot, hier ook aan tafel zit Tiet Branja, de dichter des Vaderlands. Ja, we hebben jou gevraagd uh, bij de dood van Christina een gedicht te schrijven. Ja, ik lees het voor. Het heet Vuurvogel. Er is een kind gestorven van wie de ouders een radio naast haar box lieten neerzetten. Daar werd ze rustig van. Er is een oma gestorven die liedjes bewaarde voor haar kleinkinderen gewoon in haar telefoon. Er is een tante gestorven die als jonge vrouw hartstochtelijk lief had en daar geen toestemming voor wilde vragen. Er is een juf gestorven die jonge Amerikanen leerde dansen en zingen. Wie tijdens een pirouette niet duizelig wil worden, kijkt zo lang mogelijk naar één plek. Er is een zwaluwkuiken, vanochtend met lichte botten, een toevallig nest uitgevlogen. Hoe dicht ze bij de muziek is geweest. en welk geluk ze zichzelf heeft weten toe te leren gaat binnenkort in vlammen op. Dankjewel, Jade Branya. Ja. bij het overlijden van prinses Christina. Vuurvogel was dat.